Bij de ziekte van Parkinson zie je dat ongeveer 35 tot 55% van de mensen Parkinson-dementie ontwikkelt. En dat uit zich vaak ongeveer 10 tot 15 jaar nadat de Parkinson is begonnen. En dat merk je aan trager denken en spreken, meer moeite met het ophalen van herinneringen. Maar ook bijvoorbeeld moeite met het plannen en multitasken en oplossingen verzinnen. De ziekte van Parkinson is een ziekte die verergert in de loop der tijd. Dat geldt ook voor Parkinson-dementie. Dus je zult zien dat de klachten in de loop der tijd erger worden. En er is helaas vooralsnog nog geen oplossing voorhanden. Maar er zijn wel een aantal dingen die je kan doen om die achteruitgang te vertragen. Net als bij andere hersenaandoeningen is het belangrijk om fysiek actief te blijven. Dus blijf in beweging. Ga wandelend naar de supermarkt, pak de fiets, loop een rondje met de hond. En vooral blijf actief. Uit onderzoek blijkt dat het heel belangrijk is om sociaal actief te blijven. Dat is goed voor je hersenen. Dus ga leuke dingen doen met vrienden, familie. Ga erop uit en blijf vooral niet binnen zitten. Het is heel belangrijk om ook mentaal actief te blijven, om uitdaging te zoeken, om je hersenen te blijven activeren. Dus maak eens een ander soort puzzel of een moeilijker niveau. Leer een nieuwe taal, leer een muziekinstrument bespelen, maar vooral houd je hersenen actief en uitgedaagd.